Hoi. Nou, dit is waar ik woon en werk. Ik ben Hanna Wervoets. Mijn buurtroman kwam uit in 2008. Uitzicht. Allemaal tuintjes. Die ik ook heb gebruikt in mijn boek. De werkkamer is boven. Ik ben nu genomineerd met Lieve Celine. Nou, hier zit ik dan. Een boek over een laagbegaafd meisje uit Amsterdam-Noord dat haar grote idool Celine Dion achterna reist naar Las Vegas. Laat niemand je ooit vertellen dat je anders bent, zei Pamela. En ook niet dat je speciaal bent, want speciaal is een woord dat mensen gebruiken die niet durven te zeggen wat ze willen zeggen en dan maar iets anders zeggen terwijl ze hetzelfde bedoelen. Snap je? Brooke, de hoofdpersoon, raakt eigenlijk steeds meer dingen kwijt in het boek. En op een gegeven moment is die droom eigenlijk het enige dat ze nog heeft. Iedereen is anders. En dus is iedereen hetzelfde. Allemaal even gewoon en jij dus ook. Net zo gewoon als iedereen, oké? Pamela liet Brooke's kin los zodat ze kon antwoorden. Oké.